Hallo beste mensen, we gaan het even hebben over Enzo Knol. En ja, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Enzo Knol vind ik niet zo knap. Nee. En waarom niet? Ja, hoe zal ik het uitleggen? Hij heeft echt een beetje een boerenlullenhoofd, hè? Echt zo'n Nederlandse kaaskop, weet je wel. Echt gewoon een beetje een doorsnee. Man qua uiterlijk. En eigenlijk is daar niet veel soeps aan. En daarom snap ik ook wel dat D hem verlaten heeft een tijdje geleden. Want ja, hij ziet eruit als een boerenlul, een boerenpummel. Een beetje als een Nederlandse kaaskop, weet je wel. Doorsnee, random. Ja, dat kan beter. Dat dacht D waarschijnlijk toen ook, de ex-vriendin van Enzo Knol. Dus ik snap het wel. Ja, ik zou heel graag positief willen zijn over het uiterlijk van Enzo Knol. Maar dat kan ik gewoon niet doen. Want het is gewoon een boerenlul. Ha! Sorry, dat was het. Doei!